It's number one. Goedendag allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video over Extremehands nummer 1. Vandaag gaan we knutselen, alleen niet knutselen met vuurwerk, maar knutselen met hout. Wat gaan we vandaag doen? We gaan een pijlenrek maken. Dan zou je zeggen, ja Koetje, er zijn zoveel video's van pijlenrek hoe je dat moet maken. Ja, maar ik ga het toch weer net even anders doen dan anderen, want ik ga namelijk een XXL pijlenrek maken. Nou, hoe ga ik dat doen? Het idee is ongeveer hetzelfde, alleen deze bestaat uit modules. Dus je kunt hem groter en kleiner maken. Ik ga het jullie uitleggen. De meeste pijlenrekken bestaan gewoon uit één schaar met 10 buisjes eraan. Maar ik ga het zo maken dat ik hem groter en kleiner kan maken. We gaan het gewoon net als iedereen doen. Maak hier gewoon latjes op. Echter, ja, steek dit altijd uit bij iedereen. Dat gebruikt niemand omdat ik hier geen buisje aan kan vastmaken. Wat ik ga doen, is hier die twee latten tussen maken. Dat je een hangsysteem hebt, dat je hem er tussen kan hangen en er tussenuit kan halen. Waardoor je hem dus 2 meter kan verlengen. Waardoor je dus een rij hebt van 4 meter waar 40 pijlen op kunnen. Ja, je kan het ook dubbel maken. 80. Weet je wat het is? Dan schieten ze echt alle kanten op. Hè? Want dan krijg je zeg maar een X. Ja, en dan, misschien mijn blote ogen zo te zien. Maar met de camera is het moeilijk en meestal film ik. Maar dan gaan ze alle kanten op. Ik wil ze toch liever gewoon één kant op richten. En dat je ook gewoon inderdaad een kant kan oprichten. Want als je een X zet, dan schiet hij of naar huis of wat dan ook. En nu kun je gewoon zeg maar van de huizen afzetten. Eén kant, dat je een beetje zo dat effect krijgt. Want dit gebeurt er nauwelijks. Nou, ik ga eens even beginnen met het eerste schaagje. Het is echt prachtig weer, dames en heren. Dus we gaan lekker buiten werken. Nodig, schroeven, zadeltjes. Je hebt van die plastic dingen waar je in kan klikken, maar die zijn een stuk duurder. Valt het wel mee als je gewoon van 10 maakt, maar als je 40 maakt wordt het een stuk duurder. Dus gebruik ik deze. Maar ja, waarom meer geld uitgeven als het niet nodig is? En PVC buisjes en latjes. Ik ga eerst even deze buizen op maat zagen. Zodat we aan dit rekje 10 buisjes kunnen maken. En dan gaan we daar bij die andere ook doen. En als laatste laat ik je zien hoe ik dit ga maken. Dan heb ik iets te veel buizen meegenomen vanuit de bouwmarkt. Want ik had gedacht een metertje. Maar ze zijn uiteindelijk 70 centimeter geworden. Dus ik dacht 4 uit een buis te halen. Maar het zijn er dus 5 geworden. Nou, dat maakt niet uit. Dan kan ik eventueel het middenstuk wat langer maken. Maar goed, dat maakt niet uit. Ik ga deze in ieder geval bevestigen aan het schaagje. Koeteklusser, kunnen wij het maken? Koeteklusser. Nou en of. Volgens mij heb ik nog een maatje te klein gekocht. Maar goed, maakt niet uit, hij zit vast, zoals jullie zien. Nadeel aan dit systeem is dat je niet ze heel dicht op elkaar kan zetten. Kijk hier, zie je dat? Dat gaat niet zo makkelijk. Ze moeten echt zo naast elkaar gezet worden. Dat andere systeem, wat ik zei, dat plastic, daar doe je een schroef in. Dan krijg je een soort knipje zo, dan kan je ze inklikken. Dan kun je ze later ook vervangen. Als je dan zeg maar kapot zijn die buisjes, kun je heel snel die buizen vervangen. Dat is een voordeel aan dat systeem. En je kan ze dicht op elkaar zetten. Maar goed, als je die pijlen na een paar seconden wil laten gaan, moet je toch altijd wel een beetje ruimte ertussen laten zitten. Maar als je echt een pijlenrek wil voor alleen maar pijlen in één no-time de lucht in te jassen, dan zou ik dat andere aanraden. Het heeft wat voor- en nadelen. Zoals Johan Cruijff altijd zei, elk voordeel heeft zijn nadeel. Maar ik kies hiervoor. En dit is 2. Weer die honden. Geluidsoverlast, horen jullie dat? Altijd die honden. Nou, klaar als ik hier een cracklinkje afgooi, wat dan ook. Anyway, naast elkaar. Dan zou ik de hele lijn vullen met buizen. Sommigen zullen nu misschien zeggen, joh, het zit wel heel kort op elkaar. Als er een eentje gaat, gaan ze allemaal tegelijk door de stuwkracht van de vuurpijlen. Maar je hoeft ze natuurlijk niet altijd allemaal te vullen. Dus als je een projectje hebt met alle pijlen in één keer de lucht in, dan vul je ze allemaal. En als je een projectje hebt dat je zeg maar 10 pijlen of zo wil doen, dan kun je om de beurt vullen, zeg maar, zodat ze elkaar niet aan gaan steken. Maar meestal pijlenprojecten moeten ze toch allemaal tegelijk de lucht in. Ik geef ook direct toe, ik ben niet zo'n goede leraar, want het gaat bij mij schots en scheef. Er zullen vast mensen zijn die veel netter kunnen maken, maar het idee lijkt me wel duidelijk dit, hè. Ze zitten allemaal erop, dames en heren. Ja, als je een beetje netjes bent, kan je het uitmeten, kan je het precies in het midden zetten, maar mij maakt het niet zo uit. Waardoor, het gaat toch de lucht in. Een millimeter hier of een centimeter hier, dat zie je in de lucht niet met die pijlen, hè. Ik moet wel zeggen, het is voor kleine pijlen, lawinepijltjes en zo, pijlen uit Duitsland. 75 grams pijlen kan ook nog wel, die zijn meestal ook niet zo heel groot. Ja, of ze moeten heel groot gemaakt zijn van die overdreven pijlen, maar die koop ik toch niet, want die zijn veel te duur om in zulke sets weg te sturen. Dus het is toch allemaal een beetje lawinepijltjes, low budget pijltjes. Ik
heb iets te veel schroeven gebruikt, dat is helemaal gescheurd. Maar die scharnieren zitten ertussen. En er zitten ook aan vier punten vast, die houden toch bij elkaar. Maar ja goed, het blijft wel zitten. De onderkant gaan we niet zo heel moeilijk over doen. Net een panfluit zo. Maar ik ga deze hier gewoon vastslaan met spijkers. En dan zit hij ook gewoon vast. Ik zei, ik sla ze vast. Echt, die spijkers die zijn veel te groot. Dus ik ga toch schroeven. Ik heb nog een kleine schroefjes gevonden. En dan schroef ik ze gewoon vast. Ik heb wel gaten gemaakt met die spijker. Om makkelijker doorheen te schroeven. Zo, rekje 1 is klaar. En dan is een kwestie van losse rek te maken. Dat is dit rek. Die heb ik wel eens vaker gebruikt. Een mascaleta die ik zelf gemaakt heb. Die heb ik wel klappen gehad, maar ik kan nog een keer gebruiken. Ik heb toch nog één aanpassing gedaan. Ik heb toch één extra buisje erbij geplakt. Want het waren er 13. En 14 is mijn geluksgetal. En nummer 2 is ook al klaar, dames en heren. Hé, hey, papa, wat ben je nou weer aan het maken? Wat is er, jong? Wat ben je nou weer aan het maken? Hoe was het op school? Wat de? Ben je aan het maken? Dit, mijn jongen, wordt een pijlenrek. Wat is een pijlenrek eigenlijk? Je weet wat een vuurpijl is? Nee. Nee, je weet niet wat een vuurpijl is? Nee. Kom, laat ik je zien. Dit is een vuurpijl. Oh. Als je hem gooit, gaat hij aan, hè? Nee. Dan gaat hij niet aan. Dit is een vuurpijl, dat is vuurwerk. Ja. Kijk, die kan je erin zetten zo. En dan kan papa heel veel tegelijk wegschieten. Slim, hè, van papa. Ga je pijn, ga je die armen hier zetten en dan hier. Ja. En dan steek je hem allemaal één keer aan. Allemaal tegelijk. Ja. Mooi. Ga je dat nu doen? Ik ga er niet mee verder. Jij mag lekker op de PlayStation. Jij mag aan mij? Nee. Ik ga het ook erin doen. Dit is het middelste, hè? Dat is de middelste, ja. Je moet altijd het middelste inzetten, hè? Altijd het middelste. Nee, dat hoeft niet. Maar jij moet wel naar je PlayStation. Dus ga maar lekker naar je PlayStation, ga maar lekker spelen, ga maar doen wat je wil. Je zou wel Minecraft willen spelen, denk ik. Ja, Minecraft. Schoenen uit, tas op de plaat, jas op de kapstok. En succes! Succes! Je vergeet wat. Nou, we hebben weer rust. De jongen zit achter de PlayStation. Kijk, dit was het idee. Je zet dus 2 schagen neer op een afstandje en daartussen doe je 2 latten. En dan zet je allemaal plastic buisjes nog aan vast, PVC buisjes. En zo kan je hem verlengen. Dacht ik, als ik hier dus zeg maar een U-profieltje op maak, waardoor die dus precies inpast. En ja, onder niet, want dan staat hij gewoon op de grond. Dan houdt in principe die 3 schagen gewoon recht. Hier komen niet zoveel kracht op te staan. Het zijn geen shells, het zijn gewoon vuurpijlen. Dus het is alleen de goede richting op laten sturen met een PVC-buisje en dat is het. Dus je kan makkelijk daartussen gewoon een beetje losjes staan als het maar gewoon even tegengehouden wordt. Ik ga het even in elkaar prutsen. Kijk, deze kan ik nog tegen in de schuur. En deze, die kan ik gewoon hier met 2 schroefjes vastboren. Dan de lat ertussen zetten. Kijk, het zit niet helemaal netjes naast elkaar, maar wat ik net ook zei, dat is in de lucht zie je dat niet. Ik bedoel, al start je hier met schieten. Dus dat is allemaal prima. Dus dan kunnen we gewoon hier een lat maken. En aan die lat maken we gewoon weer nieuwe bazen. Top, zeg ik. Ik heb toch even blokjes erop gemaakt. Want het was toch scherp. En met het blokje beschermt het een beetje. Er zitten wel die ijzeren profielen te zien. Wat ik heb laten zien. Kijk, dat is een kwestie van deze zo tussen hangen. Vast. Zo. Kijk, en dan staat het in principe zo. Nou, wat ik zeg, dat is sterk genoeg. En feitelijk kan je dit helemaal vullen met PVC-buisjes. Nou, als hier al 14 op zitten, dan is ongeveer een metertje. 1, 2, 3. Dus dat is dan 5 x 14. Dat is 50. 4 x 5 is 20. Dat is 60 pijlen. En je kan het in principe nog langer maken als je wil. Want als je zegt, wie gaat inhangen in de muur, dan kun je dat gewoon een balkje zo maken met een klein voetje. Maar het voordeel hiermee is dus, als je niet zoveel buizen gaat schieten, zo'n kwestie die er tussenuit halen. En je hebt 2 losse rekken. Want als je er 28 wil, dan zet je deze gewoon naast elkaar. En als je er 14 wil of minder, dan zet je gewoon eentje neer.
Deze mevrouw, die. Ja, mijn naam is aan het filmen. Dat is dus het idee, maar ik ga even het middenmodule even in elkaar zetten. Dat is een fijne, als een vrouw thuis is, kan die ook tenminste aan het werk zetten. Ja. Succes, ik ga even een biertje happen. Onze Bob de Bouwer. Bezigheidstherapie voor de jongen. Ja. Dan ben ik alleen maar aan het sturen, weer aan bouwen, weer aan bouwen. Kijk, ik heb een paar planken gemaakt. Heb ik ook goed de allemaal erin gezet gehad? Ja hoor, perfect. Dan dacht ik deze zo te maken. Dan hebben we extra, extra verstevering. En dan komen die er gewoon in. En dan kunnen we dat gewoon ertussen in hangen. Dus ik ga het allemaal van elkaar vastmaken. Ja, schat. Wat ga je doen? Ja, pootjes. Goed zo. Hop. Allee. En zo heb ik een raam gemaakt. Ik wou ook net zeggen, mooi, het is leuk om foto's nog te maken. Maar met een huwelijk gebruik ze dat, hè? Want nu gaan ja. Ze foto's maken. Nou, we gaan die basisstrap inmaken. Zo, de laatste. Zeg, schat, kan je tellen? Ja. Er zijn er 23 en 22. Dus we hebben één dingetje te veel gemaakt. Maar... Dat had je natuurlijk ook wel, hoor. Kijk eens. Kijk, zie je? Ja, schat. Je hebt er een extra bij, zie je. Gewoon plezier. Nou, niet plezier. We kunnen gewoon een extra pijl inlaaien. Okay. Tadaa! En nu de andere kant weer vastspijkeren. Ja, de ene laatste. En de laatste, ja. Ja, eigenlijk te veel, maar goed. Mijn vrouwtje is het de best gedaan. Applausje, Ruben. Nou. Gaan we even kijken of het werkt, want we moeten ook even afzagen, zie ik. Ik ga eerst even dit een beetje bijzagen. Deze is volgt. We halen hier erin. Zo. Aan zich, goed. Ik had alleen gedacht dat deze hier zou blijven steken. Je kan hem wel zo doen. Maar als je omhoog schiet, dan schiet echt alle kanten op. Deze schiet echt die kant op. En deze schiet echt omhoog. Dus ik maak hier gewoon even een klein latje zo, dat hij hier even blijft steken. En dan schiet hij alles naar voren. Maar dit kun je dus zo lang maken als je wil. Dit is een vrij kort stuk, maar je kan het echt heel lang maken. Ik dacht een latje, maar dit had ik ook nog liggen. Dus we kunnen deze gewoon opmaken en dan blijft hij ook steken. Zo. Hang hem weer erin. Even goed erin hangen. Zo. Kijk, perfect. Ja, schat. Mijn complimentjes. Dus ik ga even vuurpijlen halen. Die gaan we erin zetten en dan gaan we even wat afsteken. Tot zo. Raad die jongens. En de finale. Twee kanten. Een knap staaltje werken vond ik het zelf. Bedankt voor het kijken en ik zou zeggen tot de volgende video en dan creëren we weer wat moois.